Oh, daar kreeg ik een echt jeuk van, ze. Ah, oh, echt waar, kan ik... Oh. Hey, mijn naam is Tom. Of Tom V Makeup. En welkom bij een nieuwe video. Tof dat jullie terugkijken. Vergeet zeker even niet te abonneren door op het cirkeltje te duwen op het einde van de video. En geef deze video een like. En laat eens even iets na wat je ervan vond. Right, ik ga vandaag een beetje een vervolg doen op een van mijn vorige video's. En dat is een microscope video. Ik heb deze van een vriendin mogen lenen. En eindelijk had ik die geleend om mijn favoriete make-up producten eens te bekijken. Ik heb hier van die dingetjes liggen dat ik eigenlijk heel graag onder een microscoop zou zien. En ik ben er zeker van dat jullie dat ook kei leuk gaan vinden. Ja, ik zou zeggen, we gaan er gewoon aan beginnen en eens kijken hoe dat de dingetjes eruit zien op microscoop. Hè. What the fuck, maat? Oh my god. Dat is echt gewoon goor. Dus we gaan een aantal dingen van mijn favoriete make-up productjes onder de microscoop leggen. Ja, ik ga ook mijn huid even... Ik ben gistermiddag onder de douche geweest. Gisteravond was ik supermoe. Ik ben gewoon gaan slapen. Deze morgen, ik ben juist wakker, dus ik ga zeker eens mijn huid bekijken. Ik weet dat ik de laatste tijd een beetje last heb van zo'n zwarte puntjes en zo op mijn neus. Ik heb dat anders nooit. Dus ik ga dat straks eens onder de microscoop bekijken, me daarna reinigen en dan terug eens kijken voor eens te zien in hoeverre dat eigenlijk echt gereinigd is, mijn huid. Voilà, maar ik ga eerst starten. Een van mijn favoriete highlighters. Mensen die mijn make-up filmpjes bekijken, zullen zeker misschien deze al kennen. Dat is een highlighter van Fenty Beauty. En het is de Hustler Baby and Mean Money. Ik wil eens even bekijken. Ik wil die niet beschadigen. Ja, dat ziet er eigenlijk gewoon uit als precies zo een huid die zo nat is of vettig of zo. Oké, en daarnaast is zo meer een mattere poeder. Vind ik eigenlijk al mooier. Maar er staat ook zo een logo. Een logo ingeperst, F en de B van Fenty Beauty. Dat is hetgeen dat je hier zo'n beetje ziet. Mooi, niet spectaculair. Dan heb ik eigenlijk ook eenzelfde soort product en dat is de Love You So Moochie van NYX Cosmetics, NYX Professional Makeup. Highlighters, maar dat je zo kunt eindelijk induwen. Dus je kunt erin pressen en dan blijft dat zo staan. Eens kijken in hoeverre dat mijn vingerafdruk wel opneemt. Dus dit is het product zonder dat er in geduwd geweest is. Zou ik daar kunnen induwen met de microscoop? Wow. Hier of volgens mij gewoon een soort van ravijn of zo ingecarved zijn. Dat pakt echt wel supergoed die vorm aan van wat je ook doet, hè. Dat is wel zot. Nu ga ik even mijn vinger erin duwen. Dus ik ga dat hier in dat gaatje doen. Ja, dus je ziet hier mijn vingerafdruk staat erin. Ja, je ziet dus wel duidelijk inderdaad die ribbeltjes hè, van mijn vingers. Ça va, geeft wel een mooie glans. Je gaat dus zo een beetje wrijven op je hand. Dan geeft dat inderdaad zo wel een mooie shine. Ik heb hier mijn favoriete product van het moment. Dat is eigenlijk een gouden poeder van Kryolan. Ja, als je daarmee giet, dat is precies dat is bijna liquide. Maar zodanig fijne poeder dat bijna vloeit. Ik kan het niet anders uitleggen. En voilà, ja. Gold, hè. Super fijn en super reflecterend natuurlijk. Misschien moet ik dit eens liquide maken. Dus ik heb hier zo een soort van mixing medium waar ik dat eigenlijk altijd mee meng. Ja, je ziet dat echt vloeien, hè. Dus dat plaatje ligt zo'n beetje schuin, denk ik. En daardoor vloeit dat helemaal naar alle kanten. Hé, wat is dat? Dus je loopt dat gewoon in die microscoop. Dus deze dat vloeibare... Wel cool. Kijk, precies een rivier van goud. Je hebt zo matte poeders en glanzende poeders. Check it out. Ik ga eerst naar de matte kijken. Kijk, dat zijn allemaal zo van die kleine bolletjes. Ik zag dat al, dat pigment. Dat hoopt zo'n beetje op. Maar dat is precies zo... Ja, ik weet niet. Alleen omdat je dat op je gezicht smeert. Zie, je kunt dat zo wat verschuiven. Ik denk altijd dat er zo een of andere monster of zo gaat uitkomen gekropen. Dat is wel cool, hè? Er valt in. Damn, dat is cool. Hey, dat is echt wel een graaf cool. Een graaf beeld deze, hè? Ja, die zijn eigenlijk echt wel vrij mat, inderdaad. Er zit zo niks van shimmer of zo in. Deze is al iets anders. Dat ziet er ook niet echt groen uit. Dat is precies meer grijs. Dit is een grote bols, hè? Ik weet niet, dat is precies meer zilvergrijs. Ah, ik heb hier Glam Glow, een glittermask. Dus eigenlijk dat is zo'n masker dat je moet op je gezicht doen. Heel veel glitter en zo. In glitter, in sterretjes. Dat is zo'n peel-off mask. Hup. Ik wil een ster.
Een ster, die vind ik hier bij jou. Zoiets. Oeh, hier zijn. Huge star. Kijk. En dat smeer je dan op je gezicht. Why? Waarom? Deze ziet er donkerder uit. Er zitten keiveel verschillende soorten glitters in. Allee, dat je dat eigenlijk gewoon op je gezicht mag smeren. Ik vind altijd wel dat mijn huid zo precies wat meer spant of soms wat zachter is. Dus er zal wel iets in zitten die zo wat iets doet aan je huid. Mijn handreinigers, dat is zonder water, je weet wel, dat is zo met alcohol in. En ja, er zitten zo van die hele kleine... Die, ja, het beste aan dat product is dat die gewoon keilijk ruiken. Deze is de Lollipop en deze is de Unicorn Edition. Oké. Okay. Dus even gewoon keiveel in mijn neus en zo. Gewoon in mijn mond. Ik heb dat dus echt opgegeten. Dat smaakt helemaal nog niet zo raar. Jawel, kei zuur. Ik wou eigenlijk vooral die kleine bolletjes. Die kleine bolletjes is bekijken onder camera. Kon ik die vinden? Dat is zo één balkje. Ah, daar was hem precies al. Hier, kijk. Hey, dat is grappig. Dat zweeft echt ook zo. Maar ik verlies die bijna. Is dat ook dat bolletje? Een soort van verzorgend iets of zo is dat. Ik ga het eens proberen opduwen. Ik heb hem nu plat geduwd. Ah, hier. Die gel. Ah, hier ligt hem. Oh, ga hem helemaal zo plat tegen dat paletje geduwd. Dead. Next. Ja, dat is zo precies een rode glitter, wat er ook zo blauw en paars en zo in zit. En ik denk dat wel super cool is. Here we go. Ja, je ziet inderdaad echt die kleuren, hè. Dat is echt zo. Ik ben tegen dat paletje aan het kloppen. Dan beweeg die zo. Help. Als je dat ergens op doet, dat dat niet zo boring rood is, maar zo een beetje van alle kleuren erin. Dat is wel heel tof. Dus ik heb hier twee kwasten nog. Eentje dat echt proper is en dan ene die eigenlijk vuil is. We gaan eens kijken of het echt proper is. Hè? Van gespleten haarpunten gesproken. Ah ja, zo zie ik al meer die haartjes. Ja, dat ziet er eigenlijk nog wel vrij clean uit. Hè? Hier zit er toch een beetje vetzakkerij. We gaan eens even op die dingen kijken, want ik vind het altijd moeilijk voor dat zo... super clean te maken tegen die zijkant hier. Ja, dat dacht ik wel, dat er gewoon heel veel vetzakkerij zou steken. Ugh. Echt waar. Burn the brush. Maar naarmate dat je weer naar boven gaat, zie je wel dat die haren wel super clean zijn. Hè? En dan gaan we eens even naar die vuile kijken. Van beneden beginnen. Ja, ik zie dat dat rechts zo een heel oranje... Dat is een totaal andere kleur. Ah nee, dat is hetzelfde. En dan gaan we naar boven en dan zien we al zo wat hier en daar wat vetzakkerij hangen. Ja, die haren zijn niet wit, hè? Dus dat is duidelijk dat er zo foundation, dat is een foundation kwast, dat er foundation op hangt. Maar dat lijkt ook niet dat er zo op ligt. Ik vind het dan wel. Oh, kijk, hier aan de zijkant zie je wel allemaal. Hier. Bleh. Oh ja, kijk, weet je, er zitten geen beesten op of zo. Hè? Dat is al iets. Ah, kijk. Waarschijnlijk is dat zo vermengd met huidschilfers en foundation. Oké, voordat ik mijn huid even ga tonen, ga ik sowieso op die magic make-up. Dus die, weet wel, die make-up dat ik deze week een filmpje van gedaan heb, ik wil die pigmenten ook wel eens bekijken. Let's dig in. Ah ja, dus ja. Je ziet inderdaad, dat zijn precies verschillende pigmenten bij elkaar. Ah, kijk. Amai, dat is echt... crazy. Dat verandert dus echt van kleur naarmate dat je dat dus draait in het licht. Dat is moeilijk. Als ik het zo draai, maar dat is heel moeilijk voor een microscoop om dat scherp te houden. Dus als je er echt recht op schijnt, is het groen. En als je het dan zo wat draait, begint dat zo wat paars te worden. En dan gaat dat precies over naar zo wat soort van, zie je, magenta kleur. Oké, speciaal. It's magic. Alright. Oké, dit is mijn neus, hè. Oh my god. Wat zou dat zijn? Zou dat echt... Is dat gewoon huid die een beetje vuil is? Of is dat gewoon fucking zwarte punten? En zoveel dan nog? Oh, dat is echt vuil. Dat is echt... Allee, dat is echt super goor gewoon. Allee, ja, bedoel, oké, het is huid, hè. En dat leeft en vettig blijkbaar ook. Oh, maar jezus, hoeveel oil. En je ziet gewoon dat al die poriën verstopt zitten. Maar alleen, en ik zorg zo goed voor mijn huid. Hoe kan dat nu? Wat voor een vettige kop heb ik eigenlijk. Zie hier.
Ik ging juist zeggen, het is precies beter. Ik ken precies de builenpest of zo. Wat is dat toch? Nou, oké, dat is niet meer mijn huid. Ik zit er gewoon op mijn lippen en zo. Mijn oog? Is dat scherp? Ik kan het dus niet zien, hè. Kei ongezond voor je oog. Is een andere juist hetzelfde? Dat is wel cool, hè, niet? Ik kan juist even vroeg mijn huid reinigen. Misschien ga ik zo'n een ding op mijn huid zetten. Ja, waar je poriën mee reinigt. Ik ga eens kijken of dat echt wel werkt. Zo'n blackhead remover. Voilà, anyway, ik ben terug. Ik heb dus die blackhead mask. Ik heb een blackhead mask op mijn gezicht gedaan. Ik kan die ook verwijderen. En dan wil ik eens zien in hoeverre dat echt werkt. Ik heb deze besteld. Dat is een blackhead killer. En ik ga eerlijk zeggen, ik heb die een paar keer gebruikt al en dat doet gewoon echt pijn als je die verwijdert. Dus als dat die blackheads niet verwijdert, dan gaat het niks niet verwijderen. Ik bedoel, dat trekt bijna gewoon de huid van mijn gezicht, hè, dat masker. Oh my god. Oh my god, Jesus. Het minste haartje, ziet dat ook, dat is toch gewoon bloedrood, hè? We gaan gewoon eens kijken of dat effectief verwijderd is. Dus ik heb hier, aan die kant van mijn huid, ik heb al mijn huid eerst gereinigd met gewoon zeep. Dit is met gewoon zeep, dat ziet er al gewoon iets beter uit precies, mijn huid. Aan die kant, gewoon mijn zeep. Deze is de kant waar dat die blackhead mask, ik ga dat een beetje scherper zetten, niet zat. Dus waar ik die niet gebruikt heb. En de kant waar ik het wel gebruikt heb, sorry, maar dat is precies gewoon, dat is gewoon altijd. Oh, daar kreeg ik een echt jeuk van, ze. Ah, echt waar, kan ik. Oh nee, kan ik niet aan, hè? Kan ik echt niet. Oh nee, proef. Oh, die goed aan. Oké. Okay. Ik ga proberen, hè? Ah, ik kan er echt niet. Wow. Oh my god. 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 Oh my god, dat is echt vuil. Er zitten allemaal gaatjes in mijn gezicht. Oh my god, dat heeft het dus effectief allemaal uitgetrokken. Hè? Dus dat vuil is dus gewoon weg, hè? Oh my. Ja, hier heb ik blijkbaar haar op mijn neus. Ik heb blijkbaar niet echt mijn haar weggetrokken. Oh my god, die zijn gewoon echt weg. Dat is gewoon. Maar dat is gewoon ook echt vuil, hè? Oh my god, je ziet gewoon dat dat aan het etteren is, precies. Oh my god, zie. Oh, die poriën zijn gewoon helemaal gereinigd. Allee, gereinigd. Oh my god, echt. Ik kan ze biedt gewoon, ik weet niet, in een bad met Dettol kruipen of zo. Ja, als je te zien aan de andere kant. Hier zit er dus echt wel gewoon nog vuil in, hè. Ik was echt dagelijks mijn gezicht met zeep en zo. Dus ik ben wel zeker dat dat ook gewoon normaal is. Dat je zo'n dingen op je huid, dat dat er gewoon ook is. Ik weet niet wat dat deze is, maar bon. Maar dus gewoon, hier zie je gewoon echt dat er gaatjes zijn in u, dat dat gewoon leeggemaakt is. Sommige dingen zijn precies nog wel vuil, vind ik. Ik kan ze beter aan de andere kant ook doen. Nee, ik kan dat gewoon niet verdragen dat er zo gaten of zo. Ik weet niet, ergens in uw huid zitten of zo. Anyway, ik heb overal jeuk gekregen. Dat is hetzelfde als ja, ik kan dat niet goed. Whatever. Anyway, dus het is wel bewezen dat dat blackhead mask dat dat effectief wel werkt. En ik ben gewoon gedegoteerd hoe dat ik weet dat mijn huid er gewoon van close-up heel dicht. Wat dat eruit ziet. Ik heb echt hoesting voor nu zo een uur te schrobben op mijn gezicht. Alhoewel dat ik denk dat zeg maar die. Dat ook wel normaal is dat uw huid er ergens wel zo uitziet. Ik heb sowieso al grovere poriën. Dus dat is ook logisch dat er wat meer vuil in kruipt. Maar toch, het is uber gross. Ja, na deze denk ik dat ik gewoon dagelijks, ik weet niet, nog meer zorg ga dragen voor mijn huid. Dat ik mijn huid nog meer ga reinigen. Ik hoop dat je dat een beetje een leuke video vond. Laat eens even weten in de opmerking wat je ervan vond. Geef die video hier zeker ook een duim. Ik hoop dat ik binnenkort aan de 2000 volgers zit.
Dat was super traag. Maar ik ben super blij dat jullie altijd kijken naar mijn video's. Promote deze video als je kunt even op je Facebook. Zeg tegen je vrienden en je familie dat ze mij moeten volgen. En dan kunnen we onze community een beetje laten groeien. Alright? Merci om te kijken en dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Bye!